Elvis Manu, voelt dit als eindgoed al goed of overheersen andere gedachten bij jou? Nee, ik denk als je in de laatste minuut in de blessuretijd 0-1 maakt, dat je blij mag zijn. En ja, een keer was geluk aan onze zijde. Heb je hard staan juichen? Waar was je trouwens? In de dugout of binnen al? Nee, ik was in de dugout, dus ik heb de goal wel gezien. En, ja, tuurlijk, je bent blij. Je wint 0-1. En, 3 punten. En dat is de enige manier om vertrouwen te krijgen. Heb je lang gedacht, dit gaat ons dure punten kosten? Zeker omdat we tegen een man minder spelen? Nee, zoals de trainer al aangaf, in de eerste wedstrijd verlies je of win je de competitie niet. Dus nee, daar was ik niet bang voor. Alleen, je wil natuurlijk wel goed starten. En uiteindelijk zijn we blij dat we nog 0-1 winnen hier. Maar je rekende er dus nog op dat die kans een keer zou komen? Ja, tuurlijk. We hebben goede aanvallers voorin. En dan kan die kans een keer komen. Dan moet je scherp zijn. En dit keer was het Mitchell. Dus gelukkig dat we nog 0-1 winnen hier. Ja, hoe voelt dat voor jou als de man die er voor jou in komt de goal maakt? Hij komt niet op jouw positie komt hij erin, dat moet ik goed zeggen. Nee, we doen het met elkaar. We zijn één team. Dus vorige wedstrijd was ik het en nu zei het. Ja, zo gaat het in de voetbal. Tuurlijk ben je blij voor elkaar, want het gaat natuurlijk om het team. En dan ben je 1-0-1, dan ben je blij. Wat vind je van je eigen prestatie vandaag? Ik heb wel een paar kansjes gehad. Alleen het moet wel wat beter. Vooral toen ik in de tweede helft links buiten ging spelen, had ik nog iets te vaak balverlies. En was de voortzetting niet goed. En dat moet beter. We moeten met jou, Elvis, over één moment praten. We hebben als media een aantal keren de herhaling gezien van jouw overtreding op Zuiverloon. Ik vond dat een schandalige overtreding. Wat gebeurde daar nou precies? Ik ga vol druk zetten. Op het moment dat ik een blok wil zetten, draait hij net met zijn lichaam in volgens mij. En raak ik hem op zijn kuit of wat dan ook. Ik weet niet, maar misschien... Ik heb hem niet gezien, ik heb hem nog niet teruggezien. Alleen, het was niet mijn intentie om te blesseren of wat dan ook. Alleen, misschien zag het er wat ongecontroleerd uit op tv, maar dat was totaal niet mijn bedoeling. Het zag eruit als een rode, donkerrode kaart. Okay. Ja, daar ben ik goed mee weggekomen. Ja, want als hij geen geel geeft, ga je misschien op basis van tv-beelden nog langer af. Ja, dat is iets waar ik me mee bezig hou. Scheids heeft nu een gele kaart getrokken, dus klaar. Ja, ik moest even aan de Manu van Excelsior denken, die goed kon voetballen, zagen we allemaal, maar ook af en toe dit soort rare dingen deed. Ja, dat zijn jouw woorden, maar dat is gebeurd. Daar ben ik niet meer mee bezig. Jij zegt, ik had niet de intentie. Nee, zeker niet. Zeker niet. Zeker. Kan het gek genoeg toch zelfvertrouwen geven in de komende week als je 2 keer thuis speelt? Als je niet goed speelt in Den Haag, maar wel wint? Tuurlijk, dat zijn de lekkerste overwinningen, denk ik. Een wedstrijd stelen hier, dat hebben we eigenlijk gewoon hier gedaan. Zo reëel moet je zijn. Dat was een wedstrijd die beide kanten op kon. Uiteindelijk maken wij er 0-1. Dat had net zo goed ook andersom kunnen zijn. Dus we zijn blij met 3 punten.